Hi, welkom in deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend hier en ik heb net Nicky naar school gebracht. En vanochtend was er in één keer een verrassing. Sneeuw. Dus dat was niet gestrooid, dus het bleef allemaal liggen of het blijft allemaal liggen. Ze hebben alle sneeuwkleren uitgehaald en auto sneeuwvrij gemaakt en dan stapvoets naar school en terug. Vandaag neem ik even de tijd om het hier een beetje gezellig te maken. Of deze kast. Dat kan ook. Of deze tafel. Deze kast. Dat kan ook. Of deze stoelen. Daar kost. Dat kan niet. Daar. Dat kan hier. Dat kan. Weg. Dat kan hier. 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 Niet doen. Was je lekker aan het spelen, lieverd? Niet doen. Nee? Oké. Okay. Ik heb tussendoor ook even een havermoutpakje voor mezelf klaargemaakt. En wat ik nu doe, ik heb hier zo'n glazen pot met een deksel. En daar doe ik wat verschillende soorten nootjes in. En ik merk gewoon als ik die vul en ergens op tafel heb staan, dat zowel Maarten, ik, als ook de kinderen, dat we dan gewoon veel meer daarvan pakken. En het zijn gewoon heel gezonde, goede vetten. Die hebben we allemaal wel nodig. En hoe meer nootjes, hoe minder trek in zoetigheid en zo. Dus die ga ik dadelijk weer op tafel zetten. Wil je nootje? Ja. Ja, pak maar. Ja. Moet ik hem openmaken voor je? Heel veel. Heel veel, hè? Nou, en zo gaat het dan. Oh, mama moet die nog iets met de kachel hier. Vuurtje doof bijna. Ik ben hier echt niet zo goed in. Ik gooi er nog wat papier op, maar. Ja! Nou ja, of het houdt het overpak is altijd de vraag. Ja, het gaat er langs volgens mij. Dat was het weer. Oh jongens, ik moet toch echt nog eens even een bijles krijgen van Maarten. Ik had eigenlijk vandaag even naar de DM gemoeten, want de luierdoekjes zijn zo goed als op. Ken je dat? En ik haal dat dus altijd in Duitsland samen met andere verzorgingsproducten. En dan ga ik ook meteen naar de Duitse supermarkt. Om daar wat vegan en vegetarische producten te halen. Dat zie je ook in de shoplog die ik een aantal vlogs hiervoor heb gemaakt. Maar het was zo aan het sneeuwen vanochtend. Althans, de sneeuw bleef liggen. En er was dus niet gestrooid. Dus ik durfde niet naar Duitsland te rijden. Dus ja, nou moet ik even kijken wanneer ik dat dan wel doe. En hoe zuinig ik kan zijn met deze doekjes. Ik ben bang dat als Lea één keer poept, dat ze dan op zijn. Maar even kijken. De snoetjes gaan we dus in ieder geval alvast weer wassen met gewoon een washandje. Inmiddels is het 11:30. Lea is lekker aan het kleuren. Lea. Kijk. En tot mijn verbazing zie ik dat het kacheltje weer aan is gegaan. Ik heb hier weer de matrasjes neergelegd met een dekentje voor de kids, de auto's en het poppenhuis. Ik merk dat het altijd wel fijn is voor de kinderen als je in huis gewoon bepaald speelgoed weer eventjes een beetje klaarzet voor ze. Bijvoorbeeld soms dan zet ik de trein op of dan zet ik de Lego doos neer. En dan merk je toch dat ze wat makkelijker tot spel komen. En ze komen er zelf niet op van, hey, boven staat die in die doos, daar zou ik graag even mee willen spelen. Dus dan is het altijd goed om als ouders een handje te helpen. Even. Kleine zoekjoep. Sukkeloekie. Alsjeblieft, hang maar op.
Ach, jij doet mama zo goed helpen, schat. Dankjewel. Sukkie-lukkie. We gaan even wat lunchen. Lea heeft van alles gehad. Nootjes, pap en boterham. Dus ze had niet zo heel veel honger. Maar zoals zij zijn broodje, daar had ze wel zin in. Oké. Okay. Terwijl Lea sliep, heb ik even heerlijk iets voor mezelf gedaan. En wat heb ik gedaan? Ik heb een opdracht van wonderlijk werk gedaan. Hieronder dus zijn drie cirkels van why, how en what. Misschien ken je dat wel. En ik ga nu Lea wakker maken. En dan gaan we Nicky ophalen. Dus we gaan zo weer even de kou in. We hebben Nick van school gehaald. En we zijn nog even bij oma een kopje thee bezig drinken. De kids zijn even lekker aan het... Wow. Lea, het is een beetje te veel, denk ik. Ik denk dat je niet zo hard moet duwen, schatje. Een beetje zachtjes is ook goed. Ja. Komt iets. En ik ga even... de bontjes doppen. Hoe doen jullie dat? Ik zie ook wel eens mensen die ze afbreken. En die vijf bontjes tegelijk doppen. Ik doe het zo. Twee. En dan kontjes. Kontjes. Twee. Kontjes. Kontjes. Germ, die maakt een even druk. Het heeft onverwachts gesneeuwd vanochtend. Dus hij coördineert een strooidienst. Dus hij moest met terugwerkende kracht eigenlijk een soort van overal gaan strooien. Of het anders laten strooien. Dus eigenlijk komt hij thuis. Dan eet hij wat en dan moet hij weer weg. Want er zijn ook nog zieken. Dus hij moet daar plekken coördineren. Dus ja. No dad today. Ik heb net cakejes en zo gehad bij oma. Super lekker. En nu heb ik weer zo'n dipje. Merken jullie dat bij jezelf ook op? Dat als je meer suiker of zo hebt gehad, dat je dan van die dipjes krijgt? Ik ben echt gewoon met jullie aan het kletsen. Oké, ik ga even door met de boontjes. Ik heb bij de Albert Heijn van die bio-rundervinkjes gehaald. En ik weet niet hoe jullie dat doen, maar bij mij is het altijd zo dat de buitenkant zwart is en de binnenkant nog niet gaar. Dus ik snij ze bijvoorbeeld al door midden en gooi ze dus gehalveerd in de pan. Kijk, daar gaat de volgende. Mag ze allemaal die erin zitten? Deze? Ja. Amandel. Papa, is deze ook? Dat is een walnoot, ja. Papa is er. Is papa er? Ja. Jee, het eten is bijna klaar. Nicky heeft een leuke mop te vertellen. 100.000 apen zitten in de boom. Eentje springt eruit. Hoeveel zitten er dan in de boom? 99.999. Nee, nul, want het zijn na-apers. Lea wil ook iets zeggen. Zijn ze apen? Ha. Het is zwart met witte strepen. En het is geen zebra. Toch een zebra? Mm-mm. Wel? Iets anders wel. Ik heb wel veel pijn. Toch een zebra? Nee, dat wil ik niet! Het is woensdagochtend, ik ben net met Lea en oma Anneke naar de DM en de Duitse Rewe geweest voor weer wat boodschapjes te doen. Wat ben je aan het doen, schat? Puzzel maken. Een roze. Een roze puzzel, hè? Zo? Mm-hmm. Die puzzel is niet goed. Nee? Wat ga je doen? Alsjeblieft. Ik zie niet jou, mama. Mooi kind. Oh jongens, het is min 38 graden of zo. En Nicky heeft een... Nicky heeft een vriendinnetje meegenomen, hè? We gaan even gezellig lunchen met z'n allen. Het vriendinnetje van Nick blijft waarschijnlijk eten. Dan moet je natuurlijk wel iets op tafel zetten wat ze lust. Dus ik ga even checken. Hey meid, wat vind je lekker? Spaghetti of krieltjes? Dit zijn krieltjes. Oké, nou ja, in ieder geval spaghetti dus.
En welke saus? Tomatensaus? Ja. Dan wordt mijn mondje als een clown. Zullen we dat eten? Ja. Oké, gaan we doen. Er zijn een paar nieuwe gasten op bezoek. Ik ben Joki. Ja, ik ben Doekschokla. Ik heb net de vlog online gezet van rust en tijd in plaats van euro's. Er komt flink wat, ja, wat reactie op. En dat is ook oké. Ik bedoel, ik hoop alleen dat het wel overkomt dat het bedoeld is. Niet zo van, ja, kijk mij, ik doe dat even. Maar wel van, ja, dat het bedoeld is als inspiratie. En niet zo van, zo moet je doen. Maar meer als een aanmoediging van, hey, kijk wat jij en je gezin of je partner of hè, met wie je dan ook leeft. Wat voor jullie op dit moment belangrijk is en goed is. En kijk daarin naar wat kan wel, zeg maar. En ja, iedere situatie is anders. En iedere persoon is anders. En ja, iedereen is natuurlijk vrij om daarin keuzes te maken. En de keuzes die, ja, die ik gemaakt heb, althans het lijkt alsof ik ze gemaakt heb. Maar die hebben we dus samen als gezin gemaakt. En daar hebben we heel goed over nagedacht. En daar zijn we pas nog... Staan we er helemaal achter. Dus, En nu ik die vlog online heb gezet, komt dit pakketje binnen. Dan voel je bijna alsof je moet verantwoorden of zo. Maar ja, in de uitverkoop heb ik wat dingen besteld. En ja, met korting en zonder verzendkosten. Dus ja, ik laat jullie even zien wat ik bij de H&M heb besteld. Ik ga het nu even unboxen. Nick vraagt al een hele lange tijd hierom. Laat maar eens zien, jongen, wat dat is. Wat? Wat is dit? Een wereldbol. Use your smile to change the world. Dat betekent gebruik je lach om de wereld te veranderen. En dat is dan, hier komt dan je lach. Ik wil hem nu aan. Oké. Okay. Je overhaken. Ja, is goed. Wat is voor mij? Deze. 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 Die is ook van Nick. Die is van Maarten. Een basic t-shirt voor mij. Lekker wijd en lang. En ik hou van deze kleur. Dan heb ik me toch laten meeslepen door deze brutale temperaturen. En deze super warme, zachte trui gekocht. En dan mag jij raden wat het laatste artikel is dat ik heb besteld. Het is een artikel dat lekker warm is. En ook heel goed staat bij mijn rode neus. Wanneer komt papa? Ik denk over een uur. Wow. Dus ja, wat zou het zijn? Leave a comment below the video. De totaalprijs voor deze 6 artikelen was 27,94 euro. Kost toch wel. Hoe kan je mijn tanden niet zien?